Hoi! Vandaag doe ik mijn spreekbeurt over de klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur, de groei van het Romeinse imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde en de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. Vragen pas na mijn presentatie. Nou, dan zijn we alweer aangekomen bij de tweede keer dat ik deze paragraaf opneem, want de laatste keer had ik mijn microfoon niet aangesloten. Dat was cool. Paragraaf 1.4, het Romeinse Rijk. En ik ga mijn uiterste best doen om hier op een hoog tempo doorheen te gaan, maar ik ben vrij enthousiast van het Romeinse Rijk, dus ik kan niet beloven dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Deze paragraaf gaat in op de volgende drie kenmerkende aspecten. Ten eerste de klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur, waarbij belangrijk is dat je uit kunt leggen dat de klassieke vormentaal eigenlijk bestaat uit de dingen waaraan je een cultuur kunt herkennen, dus bijvoorbeeld de taal. De groei van het Romeinse imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde en de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. Ik moet daar wel even alvast een waarschuwing gaan geven. In deze PowerPoint ga ik namelijk niet al die kenmerkende aspecten op volgorde af. De uitleg die bij die kenmerkende aspect hoort, die loopt een klein beetje door elkaar heen, maar dat zie je zo meteen wel. Ons verhaal begint op een hele mooie, warme woensdagmiddag in 743 voor Christus, wanneer de stad Rome gesticht gaat worden. Maar de stad Rome wordt niet per se gesticht als gelijk een grote stad waarvan iedereen besluit, nou, die gaat een wereldrijk veroveren. Het begint eigenlijk als een hele kleine nederzetting, net zoals alle steden eigenlijk in deze tijd beginnen. Rome ligt echter best wel gunstig aan de zee en in de buurt van rivieren. En dat betekent dat Rome door handel best wel rijk kan gaan worden. En die rijkdom zorgt ervoor dat Rome best wel een machtige stad kan gaan worden, waardoor eigenlijk in de derde eeuw voor Christus Rome al de baas is over vrijwel heel Italië. En vanaf het moment dat Rome eigenlijk heel Italië onder de duim heeft, gaan de Romeinen zich nog meer verspreiden en gaan zij nog meer gebied rondom de Middellandse Zee overnemen. De Romeinen noemden de Middellandse Zee ook wel Mare Nostrum, wat betekent onze zee, want er was eigenlijk geen vierkante centimeter meer rondom de Middellandse Zee waar de Romeinen niet op de een of andere manier invloed op hadden. Nou waren er een paar redenen waardoor het Romeinse Rijk zo groot kon worden. En een van de voornaamste redenen waarom het Romeinse Rijk zo groot werd, was het leger. Want de Romeinen hadden een heel erg sterk leger. Aanvankelijk was het Romeinse leger eigenlijk alleen maar een boerenleger. Wat eigenlijk betekent dat de Romeinen pas op het moment dat ze een oorlog gingen voeren, boeren op gingen trommelen die dan hun wapenuitrusting mee moesten gaan nemen en dan moesten gaan vechten. Maar uiteindelijk werd het Romeinse leger een beroepsleger waarin soldaten voor hun loon gingen strijden. Daarover zometeen meer. En de Romeinen zetten hun leger in om nog meer land te gaan veroveren. En als je nog meer land verovert, betekent dat je ook weer extra inkomsten gaat krijgen van het land. En de Romeinen gaan die inkomsten investeren in het nog groter maken van het leger, waardoor ze nog meer gebieden kunnen gaan veroveren rondom de Middellandse Zee. En op die manier kan het Romeinse Rijk eigenlijk steeds groter en groter worden. Daarnaast waren de Romeinen best wel goed in het sluiten van strategische bondgenootschappen. Dus laten we zeggen, de Romeinen hadden een hekel aan bijvoorbeeld Carthago. Dan gingen zij vrienden sluiten met andere volken die ook een hekel hadden aan Carthago. En dan waren zij bondgenoten in die oorlog. En die bondgenootschappen zorgen ervoor dat de Romeinen ook in andere gebieden invloed gaan hebben. Die bondgenootschappen die de Romeinen sluiten, die zijn eigenlijk voornamelijk nuttig voor de Romeinen zelf. Want die bondgenoten van de Romeinen die worden eigenlijk vrijwel altijd wel opgeslokt in het Romeinse Rijk. Maar dat zorgt er voor de Romeinen dan weer voor dat het Romeinse Rijk weer steeds groter kan gaan worden. Nou heb ik het de hele tijd over het Romeinse Rijk, maar het is belangrijk om te onthouden dat Rome vanaf de 5e eeuw voor Christus een republiek was. En dat houdt in dat ze op dit moment eigenlijk helemaal geen rijk waren, want er was geen koning die het Rijk bestuurde en er was ook geen keizer die het Rijk bestuurde. Die republiek was in de theorie eigenlijk een soort van een democratisch bestuur, waarbij de macht in handen lag van een aantal gekozen bestuurders, maar in de praktijk betekende dit wel dat eigenlijk een paar adellijke rijke families alles voor het zeggen hadden, want die andere families die hadden niet genoeg geld om überhaupt invloed te hebben op het bestuur. Dus dat betekent dat eigenlijk maar een paar families echt iets te zeggen hebben over de Romeinse Republiek. En dat zorgt er ook voor dat er veel onderlinge strijd is tussen die rijke families. Want die rijke families willen graag iemand in hun familie op een belangrijke positie hebben in de Republiek. En dat leidde tot ruzie, dat leidde tot strijd en dat leidde soms zelfs tot burgeroorlogen. En dat zorgde ervoor dat in de eerste eeuw voor Christus echt heel erg veel chaos was in de Romeinse Republiek. Maar uiteindelijk wist in de eerste eeuw na Christus één man alle macht te verkrijgen en werd hij de eerste keizer van het Romeinse keizerrijk, oftewel het imperium zoals de Romeinen het noemen. En dat is Augustus. Nou moet ik bekennen dat ik deze uitleg gewoon beledigend vindt naar het Romeinse Rijk toe. Dus ik ga hier wat dieper op in. Alles wat ik je zo meteen ga uitleggen gaat waarschijnlijk niet in je toets komen en staat ook niet in je boek. Maar ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om het niet daadwerkelijk ook nog te gaan vertellen. Dus let erop, alles wat ik je nu ga uitleggen is voor het lol. En als je het allemaal niet zo interessant vindt, dan moet je vooral doorskippen naar dit moment in de video. We gaan het hebben over waarom de Romeinse Republiek uiteindelijk instort en
plaats gaat maken voor het Romeinse Keizerrijk. De reden waarom de Romeinse Republiek in gaat storten begint eigenlijk met het leger. Want in de Romeinse Republiek kunnen eigenlijk alleen maar rijke burgers deel uitmaken van het Romeinse leger. Mensen die in het Romeinse leger vochten op dat moment waren boeren. Maar dat zijn niet de boeren die heel arm waren. Dat zijn juist de boeren die hun eigen wapenuitrusting konden betalen. Want de Romeinen hadden een leger waarin iedereen zijn eigen wapenuitrusting mee moest gaan nemen. En geen staand leger. De Romeinen die roepen eigenlijk een leger op het moment dat ze moeten gaan vechten. En als het vechten weer klaar is, moeten ze terug naar hun eigen boerderij. Maar daardoor waren er twee problemen. Ten eerste, arme mensen die konden niet vechten in het Romeinse leger. En die hadden daarom ook bijna niks te doen in de Romeinse Republiek. En er waren ook niet heel erg veel rijke boeren meer in het Romeinse Rijk. Waardoor het leger steeds kleiner ging worden. Er moeten daarom veranderingen gaan komen in het Romeinse legioen. En Gaius Marius is de man, hier helemaal links, die ervoor gaat zorgen dat er veranderingen gaan komen in het leger. Hij gaat ervoor zorgen dat arme mensen ook in het leger kunnen, want zij krijgen van de Romeinse staat hun eigen wapenuitrusting. Dus een eigen harnas en een eigen zwaard en zo. En hij zorgt er daarnaast ook voor dat deze arme Romeinen geld kunnen verdienen door in het Romeinse leger te gaan vechten. Waardoor heel veel arme mensen in één keer bij het Romeinse leger kunnen. En het Romeinse leger daarnaast ook nog eens veel beter getraind is, want deze mensen worden beroepssoldaten in plaats van boeren die gewoon opgetrommeld worden om te gaan vechten. Nou was er al een heel groot verschil tussen arm en rijk in de Romeinse Republiek. Maar dat gaat een klein beetje opgelost worden omdat die arme mannen nu bij het Romeinse leger kunnen gaan vechten. En die soldaten vinden het eigenlijk best wel prima om te vechten in het Romeinse leger. Want het Romeinse leger is best wel een goed leger. En Romeinse generaals die een gebied veroveren, die geven ook nog een deel van hun oorlogsbuit aan hun soldaten. Omdat die goed hebben gevochten voor ze. En daardoor worden die Romeinse generaals populair. Dat zorgt er zelfs voor dat er een aantal generaals zijn die zo populair worden. Dat Romeinse soldaten eigenlijk helemaal niet meer willen vechten voor Rome zelf. Maar voor hun generaals. En vanaf het moment dat generaals daar lucht van krijgen, is eigenlijk het hek van de dam. Want dan gaan Romeinse generaals eigenlijk proberen om een belangrijke positie in de Romeinse Republiek te krijgen, door de macht te grijpen met het leger wat trouw is aan hen. En in dit systeem van strijd tussen rijke families die eigenlijk hun eigen legers in gaan zetten om de macht te gaan grijpen in Rome, komt één belangrijk figuur naar voren, namelijk... Ja, Gaius Julius Caesar, die krijgt het uiteindelijk na een lange burgeroorlog voor elkaar om de macht te grijpen in Rome. En vanaf dat moment wordt hij uitgeroepen tot dictator, oftewel alleenheerser in Rome. En hij trekt eigenlijk alle belangrijke functies in het Romeinse bestuur naar zich toe. Hij is nog niet een keizer, want hij wil zichzelf niet stijlen als een keizer. Hij zegt dat hij gewoon alleen een dictator is. Maar hij heeft wel in principe alles voor het zeggen. Maar dat zorgt er ook wel voor dat de rijke families die al in Rome iets te zeggen hadden, niet heel tevreden zijn met deze Julius Caesar. En zij vermoorden hem daarom ook in 44 voor Christus. Waardoor er nog een burgeroorlog gevochten gaat worden in de Romeinse Republiek. Die uiteindelijk gewonnen gaat worden door de adoptiezoon van Julius Caesar, Octavianus, die de naam van zijn vader over gaat nemen, Julius Caesar, en zichzelf daarna laat omdopen tot Augustus, wat Latijn is voor de verhevene. En hij is vanaf dat moment de eerste echte keizer. Het woord keizer komt ook van de Latijns uitgesproken naam van Julius Caesar, namelijk Julius Caesar. En vanaf het moment dat die Augustus aan de macht gekomen is, gaan alle veroveringen en burgeroorlogen eigenlijk grotendeels ophouden en komt er een periode van vrede, namelijk de Pax Romana, wat Latijn is voor Romeinse vrede. Dat is een periode van zo'n 2 eeuwen, gedurende de 1e en 2e eeuw na Christus, waarin er eigenlijk nauwelijks oorlog gevochten werd in het Romeinse Rijk of met belangrijke buren in de buurt van het Romeinse Rijk, waardoor er in het Romeinse Rijk gefocust kon worden op de bouw van wegen, het oplaten bloeien van de handel en het bouwen van nieuwe steden, waardoor het Romeinse Rijk steeds rijker en belangrijker kan gaan worden. In 116 na Christus is het Romeinse Rijk op zijn grootst, wanneer een keizer eigenlijk nog grote gebieden gaat veroveren in het Midden-Oosten, maar vanaf dat moment gaat het Romeinse Rijk eigenlijk steeds weer kleiner en kleiner worden. De Romeinse manier van leven was flink beïnvloed door de Griekse manier van leven. De Romeinen die hadden namelijk een cultuur waarin zij alles wat zij leuk vonden de overname van anderen en het dan een Romeins tintje gaven. En eigenlijk de cultuur die zij het leukste vonden was de Griekse cultuur. Zij namen daarom ook heel erg veel van de Grieken over. Zoals bijvoorbeeld de Griekse kunst, voornamelijk beeldhouwkunst. De Griekse architectuur, waardoor je bijvoorbeeld Romeinse gebouwen ziet met van die pilaren zoals je ze hierboven ziet. Die pilaren noemen wij ook wel zuilen. En deze zuilen zijn achtereenvolgens een Dorische, een Ionische en een Corinthische zuil. En deze zuilen die worden ook heel erg veel aangebracht bij Romeinse gebouwen. Daarnaast nemen de Romeinen ook de Griekse goden over, maar geven ze die een Romeinse naam. Zo wordt de opgod van de Grieken Zeus, uiteindelijk de oppergod van de Romeinen Jupiter. En ze laten zich ook tot op zekere hoogte beïnvloeden door de Griekse filosofie. Niet zoveel, Romeinen vonden filosofie eigenlijk maar de Griekse filosofie heeft wel een beetje invloed gehad op de Romeinse manier van denken. Romeinen hebben daarnaast ook hun eigen gebruiken, namelijk hun eigen taal. Ze spreken het Latijn en ze schrijven het Latijn. Ze hebben een eigen vorm van vermaak. Ze houden bijvoorbeeld van kijken naar gladiatoren spelen, waarin mensen op elkaar in gaan hakken met zwaardjes. Zij hebben hun eigen Romeinse cijfers en ze hebben hun eigen kleding, met name de toga, wat eigenlijk gewoon één hele grote lap is die je om jezelf heen wikkelt en daarmee laat zien
zien dat je belangrijk bent. Omdat die Romeinen een heel groot deel van de Griekse cultuur hebben overgenomen, maar ook wel hun eigen culturele invloeden hebben behouden, spreken we van een Grieks-Romeinse cultuur. En die Grieks-Romeinse cultuur, die noemen we eigenlijk ook wel de klassieke cultuur. En door die Romeinse veroveringen in het Romeinse Rijk, raakt die klassieke cultuur overal in het Romeinse Rijk verspreid. Dat zorgt ervoor dat er overal in het Romeinse Rijk wel Romeinse architectuur te vinden is. Met name in de Romeinse legerbasis. De Romeinse legerbasis noemen we een castrum of castra voor meervoud. En die Romeinse legerbasis die waren eigenlijk overal in het Romeinse Rijk exact hetzelfde. Zodat als jij een Romeinse soldaat was, het niet uitmaakte waar jij gestationeerd was. Jij kon zo'n legerbasis binnenlopen en je wist precies, daar zit de tempel, daar kan ik mijn wapenuitrusting laten poetsen en daar kan ik wat eten. Daarnaast werd het Latijn overal wel een belangrijke taal. Niet overal even belangrijk, maar er was altijd wel een klein deel van de belangrijke elite die Latijn ging spreken. En het Romeinse recht gold in het hele Rijk. Dat betekent dat als jij een misdaad had begaan, dat je overal in het Romeinse Rijk eigenlijk in principe hetzelfde berecht zou moeten worden. En dat je je ook aan dezelfde wetten zou moeten gaan houden. Nou was het Romeinse Rijk groot. Erg groot. En dat zorgde ervoor dat er ook heel veel verschillende culturen waren. En die culturen die verschilden soms flink van elkaar. In het oosten waren bijvoorbeeld hoogontwikkelde landbouwstedelijke samenlevingen. Eigenlijk alle culturen waar we het in de vorige paragraaf over hebben gehad, die waren ontstaan in het oosten. Dus het oosten had eigenlijk een voorsprong in het ontwikkelen van cultuur op het westen. In het oosten was daarom ook een sterk ontwikkelde economie en werd er ook veel geld verdiend met de handel. En in het oosten waren mensen allemaal wel bekend met het schrift. Voornamelijk het Griekse schrift, omdat er een Griek was, Alexander de Grote, die zijn macht in vrijwel heel dit gebied had verspreid. Waardoor er uiteindelijk ook overal een Griekse elite was, die allemaal Grieks sprak en Grieks kon lezen en schrijven. Dus het Grieks was in het oosten erg belangrijk. Aan de andere kant in het Romeinse Rijk, namelijk het noordwesten, had je een heel andere samenleving. De meeste mensen waren daar eenvoudige boeren. Dit waren namelijk de Germanen. En de Germanen, dat waren mensen die woonden in gebieden die wij vandaag kennen als Nederland en Duitsland. En dat waren erg dunbevolkte gebieden. Dat waren eigenlijk nauwelijks steden. En deze Germanen waren ook niet bekend met de Romeinse manier van leven, waardoor zij eigenlijk best wel onder de indruk waren van de gebouwen die de Romeinen bouwden en het Romeinse leger bijvoorbeeld. Vanaf het moment dat al deze gebieden verenigd werden in het Romeinse Rijk, bleef in het oosten de bovenlaag zich vooral nog vasthouden aan hun eigen tradities en cultuur. Daar bleven ze Grieks spreken en daar bleven ze zichzelf Grieks gedragen. Maar in het noordwesten gingen de Germanen eigenlijk veel overnemen van de Romeinse cultuur, of gingen zij juist hun eigen cultuur vermengen met de Romeinse cultuur, waardoor eigenlijk overal in het Romeinse Rijk wel een vorm van een Romeins-Griekse cultuur was. Nou is het Romeinse Rijk erg groot en een erg groot rijk is ook moeilijk om te onderhouden. En het Romeinse Rijk gaat dat zeker merken vanaf de 3e eeuw na Christus. Dan komen er steeds grotere problemen in het Rijk. Ten eerste was het leger in het Romeinse Rijk eigenlijk te klein geworden. Dan zie je daar staan 300.000 man om het Rijk te verdedigen. 300.000 man is best wel veel, maar niet om eigenlijk alle grenzen te verdedigen die door heel Europa lopen en daarnaast ook in het Midden-Oosten en Afrika aanwezig zijn, waardoor er veel invallen in het Romeinse Rijk plaats konden gaan vinden. Daarnaast was dat Romeinse leger klein, maar wel erg duur en het Romeinse leger moest ook onderhouden worden. En de manier waarop dat leger werd onderhouden was met belastinggeld. Maar die belastingen gingen steeds verder omhoog, waardoor boeren die belasting niet meer konden betalen. En daardoor moesten die boeren uiteindelijk hun akkers gaan verlaten en naar de steden trekken op zoek naar werk in die steden. En dat zorgde ervoor dat er minder voedselproductie was in het Romeinse Rijk en daarnaast ook minder inkomsten van belastingen, waardoor dat superdure Romeinse leger eigenlijk niet meer betaald kon worden. Een derde probleem waar de Romeinen tegenaan liepen was de diensttijd van hun eigen soldaten. De bedoeling was namelijk dat soldaten zo'n 12 jaar in dienst waren en daarna met pensioen gingen, maar het kon ook nog wel eens gebeuren dat die diensttijd opliep tot 25 tot 30 jaar. En omdat die soldaten zo lang trouw waren aan hun eigen generaals, want daar bleven zij eigenlijk het grootste deel van hun leven bij, kon het zijn dat zo'n generaal op een gegeven moment besloot, weet je wat, ik wil keizer worden. En dan had hij een heel trouw leger achter zich, wat naar Rome kon marcheren om de macht over te gaan nemen. Wat niet echt helpt op het moment dat er vijandige legers aan de grens van het Romeinse Rijk staan. En een laatste probleem waar de Romeinen mee te maken hadden was de opvolging van de keizers. Want als er een keizer overleed, dan ontstond er eigenlijk vaak een machtsstrijd over wie de volgende keizer zou moeten gaan worden. Dat komt omdat er in het Romeinse wetboek eigenlijk helemaal niks afgesproken is over wie de volgende keizer zou moeten worden in geval van overlijden. Dus dat betekent, er is een keizer dood en er zijn er 4 generaals die tegelijkertijd opstaan en zeggen, weet je wat, ik wil de keizer worden. En zij trokken dan naar Rome om die macht te gaan veroveren, wat er dan weer voor zorgde dat de Romeinse grenzen weer niet verdedigd waren. En daardoor kon het Romeinse Rijk steeds verder af gaan brokkelen. In 395 zijn
zijn de problemen zo groot opgelopen dat er een definitieve splitsing komt in het Oost-Romeinse Rijk en het West-Romeinse Rijk, waarbij het Oost-Romeinse Rijk wat rijker en belangrijker bleef dan het West-Romeinse Rijk. Ik zeg hier specifiek definitief, omdat er al eerder een keizer was die besloten had, we gaan het Romeinse Rijk opsplitsen in 4 delen, waarbij in elk deel van het Romeinse Rijk een keizer aan de macht is die dat gebied gaat besturen, waardoor het makkelijker is om het Romeinse Rijk te verdedigen. Maar dit zorgde er uiteindelijk voor dat er steeds meer een verschil kwam tussen Oost en West. En terwijl de Romeinen met deze problemen bezig waren, ontstonden de grote volksverhuizingen. En die grote volksverhuizingen hielden eigenlijk in dat Germaanse volken steeds verder het Romeinse Rijk in gingen trekken om zich daar dan te gaan settelen. Dat komt omdat er vanuit Centraal-Azië een nieuw volk naar Europa aan het trekken was, namelijk de Hunnen. En de Hunnen waren enge mensen. En dat vonden de Germanen ook. En de Germanen konden niet op tegen de Hunnen, want die konden best goed vechten. En daarom vluchtten zij voor de Hunnen. Nou konden zij niet naar het oosten, want daar zaten de Hunnen. Zij konden niet naar het noorden, want dat is koud. Dus zij gingen naar het zuiden en naar het westen om het Romeinse Rijk dan binnen te trekken. Op zoek naar veiligheid en landbouwgrond. De Romeinen stonden dit toe omdat zij zelf het probleem van de Hunnen ook wel inzagen. En eigenlijk het idee hadden van, nou dan kunnen die Germaanse volken ons helpen met het beschermen van het Romeinse Rijk. Wat in het begin ook zeer zeker werkte. Maar die onrust bleef bestaan in het Romeinse Rijk. En omdat mensen onrustig en bang waren over wat er aan de hand was in het Romeinse Rijk, konden lokale legerleiders steeds belangrijker en invloedrijker worden. Die lokale legerleiders waren veelal van de Germaanse afkomst, trekken daarom steeds meer macht naar zich toe, omdat het volk naar hen opkijkt en niet zozeer naar de keizer in Rome. En daarom gaan zij uiteindelijk ook de keizer niet meer gehoorzamen en besluiten zij in sommige gevallen zelfs, weet je wat, dit gebied is voortaan van ons. Hier gaan wij onze eigen wetten invoeren en wij gaan echt niet meer luisteren van het Romeinse Rijk, waarmee zij zich in feite afsplitsen van het Romeinse Rijk zelf. In 476 kan het zelfs gebeuren dat een Romeins leger onder de Germaanse krijgsheer Odoaker de laatste Romeinse keizer, Romulus Augustulus, afzet, wat eigenlijk het einde betekent van het West-Romeinse Rijk. Aan de andere kant hebben we nog het Oost-Romeinse Rijk. Dat rijk dat was rijker, belangrijker en machtiger dan het West-Romeinse Rijk en daarom konden zij ook nog langer blijven bestaan. En er waren meerdere belangrijke redenen waarom het Oost-Romeinse Rijk bleef bestaan, terwijl het West-Romeinse Rijk ingestort was. De eerste was de hoofdstad Constantinopel. De hoofdstad Constantinopel van het Oost-Romeinse Rijk was gevestigd in het gebied wat wij vandaag de dag kennen als Istanbul. En die stad die was zo gebouwd dat hij heel goed te verdedigen was. Maar daarnaast moesten handelaren die met de Zwarte Zee wilden gaan handelen, of juist Zwarte Zee handelaren die met de Middellandse Zee wilden gaan handelen, altijd via Constantinopel varen, waardoor Constantinopel belastinggeld kon innen en er ook heel veel handel via Constantinopel zelf verliep. Waardoor die stad superrijk werd en zij daarom ook hun eigen legers konden blijven betalen. Daarnaast had het Oost-Romeinse Rijk ook een super goed georganiseerd leger en een super goed georganiseerde bureaucratie, waardoor het heel duidelijk was wie waar de baas was en welke wetten er waren in het Oost-Romeinse Rijk. De keizers in het Oost-Romeinse Rijk hadden daarnaast ook een goede grip op de kerk, waardoor de eenheid in het Rijk makkelijker bewaard kon blijven. Iedereen in het Oost-Romeinse Rijk was christelijk en daarom waren er ook niet echt groepen die in opstand kwamen en zichzelf dan afgingen scheiden van het Romeinse Rijk, omdat zij een ander geloof hadden. Dit Oost-Romeinse Rijk blijft bestaan tot 1453, wanneer de Turkse sultan Mehmed II Constantinopel uiteindelijk toch in weet te nemen en hij noemt dat gebied dan Istanbul, wat ervoor zorgt dat in 1453 het Oost-Romeinse Rijk officieel ophoudt met bestaan. En dan komen we uiteindelijk weer terug bij de kenmerken en aspecten. Over de klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur kun je zeggen dat de Romeinen heel veel van de Griekse cultuur overnamen, namelijk hun architectuur, hun goden, hun kunst en hun filosofie. Maar dat de Romeinen ook nog wel hun eigen culturele dingetjes hielden, namelijk hun eigen taal, hun eigen vermaak en hun eigen kledingstijl. Door de groei van het Romeinse imperium kon deze Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa gaan verspreiden. En dat gebeurde in elk gebied net wat anders. In het oosten werd deze cultuur eigenlijk net iets minder overgenomen dan in het westen, want in het westen waren de Germanen, die hadden nog niet echt een hoogontwikkelde cultuur en die waren super onder de indruk van de Romeinse cultuur en daarom namen ze veel van hen over. Maar in het oosten bleef de bovenlaag van de samenleving zich voornamelijk nog vasthouden aan echt het Griekse deel van die Grieks-Romeinse cultuur, waardoor er in ieder geval 2 verschillende culturen ontstonden in het Romeinse Rijk. De reden waarom het Romeinse imperium zo kon groeien was omdat de Romeinen een supergoed leger hadden en dat dat leger heel veel van het Romeinse Rijk had veroverd, waardoor het zo groot was geworden. Over de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa kun je zeggen dat aanvankelijk de Germanen super onder de indruk waren van de Grieks-Romeinse cultuur en dat de Grieks-Romeinse cultuur daarom goed overgenomen werd door deze Germanen en dat die Germaanse cultuur steeds meer samen ging mengen met de Romeinse culturen en dat vanaf de 3e eeuw na Christus, wanneer het Romeinse Rijk in crisis is, gaan deze Germaanse culturen uiteindelijk meer invloed hebben in het West-Romeinse Rijk en worden er Germaanse koninkrijken gesticht in het West-Romeinse Rijk. Als ik zo eens naar de tijd kijk, dan kan ik wel met zekerheid zeggen dat een korte uitleg van het Romeinse Rijk niet echt is gelukt. Maar ik hoop dat je het toch interessant hebt gevonden en dat je er wat van hebt geleerd en dat je daarom denkt, wauw, ik ga
een comment achterlaten. Want ik vind het leuk om aan Jabbie te laten weten dat ik iets heb geleerd. Moet je vooral doen. Abonneer ook, want ik ben op het moment veel abonnees aan het verliezen. En dat is niet echt de bedoeling. En ja, like, deel dit met je vrienden. En zorg ervoor dat je nog steeds geabonneerd bent, zodat je de volgende video's ook kunt zien. En succes met leren. Doei doei!